Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ja, ik begin deze video ook in het Nederlands. Dit is de eerste studiovlog in het Nederlands. Er gaan een aantal dingen veranderen op mijn kanaal en in mijn bedrijf. En dat wil ik nu alvast gaan toepassen. Daarom begin ik mijn video's voortaan in het Nederlands. Ja, mijn doelgroep is echt in Nederland. Ik doe creatieve beurzen in Nederland en... ja, ik zie dat ik daar veel meer mee moet connecten dan dat ik de connectie maak met buitenlandse mensen. Dus dat gaan we vanaf nu doen. Alles komt in het Nederlands. Ja, ben je nou een andere taal, kan je altijd de ondertiteling aanzetten. Ja, maar voor nu gaan we door in het Nederlands. Nou, dit is dus de eerste studiovlog in het Nederlands. Studiovlog 10 alweer. En wat we gaan doen deze week... Het is trouwens maandag vandaag. En als je mij nog niet kent, mijn naam is Judith. Ik heb een bedrijf genaamd Dutch Design Inc. En ik maak handgemaakt haaraccessoires, knutselspullen en babykleding. En wat we gaan doen deze week is volgende week... aan het eind van de week heb ik een beurs in Rijswijk, Crea Weekend. En daar ga ik voor voorbereiden. Vorige week heb ik al een aantal dingen gedaan. Maar er moet nog heel wat gebeuren. Zeker de voorbereiding voor de workshops die ik ga geven. Als je mijn vorige journal video hebt gezien, dan weet je precies waar ik het over heb. Wil je nou meer informatie over de workshops, ga dan zeker die video even kijken. Dan weet je alle ins en outs en dan weet je ook hoe je kan inschrijven. Ja, dus ik ben nu bezig met het snijden van de stickervellen. Met mijn silhouetmachine. En die moet ik nog heel wat snijden. Er zijn heel wat opgegaan tijdens CreaDo. 2 weken geleden. En ja, ik moet er heel wat bij maken. Dus daar ben ik nu mee bezig. En wat ik dan ook verder ga doen is de... Ja, hoe moet je dat zeggen? De workshop... setjes maken voor de creatieve journal workshop. Dan moet ik nog de boekjes maken voor de handletter workshop. En ik wil nog wat voorbeeldjes maken voor de kralen workshop. Dus 3 workshops in totaal waarvan ik ze alle 3 nog moet voorbereiden. Ik heb de bladen voor de handletter workshop al wel gemaakt digitaal. Maar nog niet uitgeprint en nog geen boekjes van gemaakt. Ja, dus ik heb er super veel zin in deze week. Ik heb vanochtend eerst wat huishoudelijke taken gedaan, zoals de was, stof gezogen en mijn eigen kamer opgeruimd. Dus ik ben fris en fruitig om weer door te gaan met deze week. Ja, dus heel veel plezier met kijken en laten we meteen beginnen. Ik laat wat clipjes zien van het snijden van de stickervellen. En ja, dan zien we wel hoe het gaat vandaag. Ik heb geen idee wat ik nog meer ga doen. We zien het wel. Vandaag en waar ik mee ga beginnen vandaag is het maken van de handlettering workshop pakketjes. Ik heb gisteren een aantal oefenvelletjes uitgeprint en zelf geletterd om te kijken of dat de grootte goed was. Ik begon namelijk eerst met deze grootte, alleen dat was eigenlijk veel te groot om met de brushpen te handletteren. Dus heb ik het wat kleiner gemaakt en nu is het helemaal goed. Gisteravond heb ik ook nog de cijfers, de letters en zo afgemaakt op mijn iPad. En die ga ik nu vandaag printen en boekjes van maken. Zodat tijdens de workshop je een leuk boekje hebt vol met oefenvellen. Dan kan je lekker gaan oefenen.
Ja, dus dat ga ik doen. Ik heb daarvoor 120 gram papier gekocht. Omdat met het handletteren heb je natuurlijk stevig papier nodig. Omdat de pen wel wat dikker is. En als je gewoon A4 papier gebruikt, dan drukt het sowieso door. Dus daarom heb ik 120 gram papier gekocht. Omdat dat ook in een bullet journal zit. En zo heb je dezelfde ervaring. Dus ja, laten we maar snel beginnen. We gaan eerst een oefenvelletje uitprinten. Kijken hoe dat eruit ziet. Even zelf oefenen. Of dat het papier fijn is. En dan ga ik de boekjes maken. Nou, ik heb net even een oefenprintje uitgedraaid. En ook al wat geschreven. En het is echt super vet. Ik zal er wat dichterbij brengen. Dus ik heb op dit blad heel veel woorden gezet. Gewoon Nederlandse woorden. En die heb ik zo in zichtbaarheid verlaagd dat je er overheen kan schrijven. En zo kan je elk klein detail kan je gewoon volgen. En zo krijg je helemaal de feeling van de pen. En ik ben zo enorm blij met hoe dit is eruit gekomen. En dat ik überhaupt een workshop ga geven in handletteren. Het is echt super vet. Ja, super leuk. En ik ga nu de rest uitprinten. En dan ga ik vast een boekje maken. Kijken hoe het eruit ziet. En of dat ik hem hier wil nieten. Of dat ik hem twee aan de zijkant wil nieten. Dat weet ik nog niet. En misschien dat ik aan de achterkant ook nog lijntjes zet. Zodat je zelf ook nog kan oefenen. Dan heb je gewoon ook nog een heel blad om te oefenen aan elke achterkant. Dus dan ben je er zeker wel een uur mee bezig. Helemaal uitgeprint en er zitten verschillende soorten bladen in. En wat ik dacht dat het ook wel leuk was, is om een voorkant erbij te maken, anders dan ja, ziet het er een beetje saai uit natuurlijk. Dus ik heb snel even wat in elkaar gezet en dan ga ik het even laten checken en dan ja, dan kunnen we dat ook uitprinten en dan kan ik ze nieten. Ik denk dat ik ze hier aan de bovenkant ga nieten. Want dit is nogal dicht bij de zijkant. En anders ook voor de mensen die linkshandig zijn. Die hebben dan hier zo bij de volgende bladen. Ja, zo'n irritante vouwlijn, zeg maar. Dus daar moet je natuurlijk ook aan denken. Dus ik denk dat ik hem hier. Wat ik ook nog zou kunnen doen, is dat ik hem aan de twee bovenkanten doe. Zodat je hem naar boven omslaat. Maar dat neemt heel veel ruimte in beslag. Dus ik denk dat ik het gewoon hier aan de punt toe. Nou, ik ben er super blij mee. Het papier is ook echt super goed. Het 120 grams. Dus ja, laten we de voorkanten uitprinten. En kijken hoe het eruit ziet. Ik ben zojuist ook begonnen met het maken van de journalpakketjes. Ik heb er hier een aantal al gemaakt.
net 3:30 geweest en ik ga romper borduren voor een bestelling. Dit wordt het borduren na make op een super kleine schattige romper. En ik ga een stukje van het proces filmen. Dus ik heb nu, ik zal het jullie laten zien. Ik heb de romper in de hoepel geplaatst. En zo neergelegd dat ik op de voorkant borduur. En hier op het kleine schermpje zie je wat er geborduurd wordt. En hier, als je hierop drukt, dan gaat hij laten zien hoe groot het ontwerp wordt. Dus dan kan je precies zien waar die gaat borduren. En we gaan het doen in een lichte kleur blauw. Dus laten we beginnen. Zoals je kan horen heb ik twee machines aanstaan nu. Mijn silhouetmachine om de stickers te snijden. En mijn borduurmachine om de rompen te borduren. Dus alles lekker tegelijk. Vandaag, volgens mij is het rond 10 uur. Ik ben iets later begonnen als normaal, maar dat maakt niet uit. Wat ik gisteren heb gedaan is, ik heb de handlettering workshop boekjes gemaakt. Ik heb een bestelling gemaakt van een rompertje. Dan heb ik heel wat stickervellen gesneden. En ik heb een aantal pakketjes gemaakt voor de journal workshop. Dus wat ik vandaag ga doen, ik moet nog een heel wat stickervellen snijden. Ik ben nog lang niet klaar. Ik heb een lijstje op mijn telefoon met hoeveel ik van alles moet maken. Dus dan kan ik makkelijk uitprinten en snijden. Wat ik ook wil doen vandaag is nog extra handlettering workshop boekjes uitdraaien en maken. Ik ga heel even uittellen hoeveel ik er ongeveer nodig heb en dan ga ik die allemaal uitprinten. En verder, ja, zien we wel wat de dag brengt. Sowieso heel veel stickervellen snijden, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus laten we daar maar mee beginnen. Misschien de stickervellen aan het snijden is, ben ik een aantal pagina's aan het maken in mijn creatieve journal. Zodat ik voor de workshop heel veel verschillende voorbeeldjes heb voor jullie om jezelf te laten inspireren of na te maken. Het mag allemaal. En daar ben ik dus nu mee bezig. Ik zal het even van de pijl laten zien. Ik ben dus bezig met een roze thema zoals je kan zien. Ik heb hier heel wat stickers, papiertjes en hier ook nog. Heel veel liggen om een leuke pagina mee te maken. Ik heb gekozen voor de transparante bloemenstickers, de roze vlinders en deze zitten met 45 stickers in een doosje. En dan een aantal leuke papiertjes en nu ga ik het opplakken, randen maken en dan deze dagenstickers toevoegen. En nog wat mooie leuke woorden schrijven.
Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Het is nu 10:30. Ik heb vanochtend al een aantal dingen gedaan die niks te maken hebben met mijn bedrijf. Zoals boodschappen doen, ontbeten, ja, van alles. Dus ik begin wat later. Gisteren heb ik heel wat stickervellen gesneden. Echt heel veel. En ik heb nog een klein stapeltje te gaan. En dan ben ik eindelijk klaar. Ik ben hier denk ik al sinds zaterdag mee bezig. Dus dat is echt al heel lang. Komt omdat ik maar één machine heb natuurlijk. En dat duurt gewoon lang. Zeker als je zoveel stickervellen moet snijden als dat ik moet. Maar binnenkort komt daar verandering in. Dat gaan jullie nog wel zien. En wat ik ook gedaan heb is, ik heb al 10 extra handletteringboekjes uitgedraaid. Als het goed is komt er straks meer papier binnen. Dat heb ik gisteren besteld omdat ik waarschijnlijk 60 boekjes nodig heb. Dus ik ben nog wel even bezig met printen en nieten en samenstellen. Dus daar ga ik vandaag mee door. En wat ik ook nog vandaag ga doen is extra journalpakketjes maken voor de workshop. Als ik die allemaal af heb vandaag of morgen, dan ben ik echt super tevreden. Dan is het gewoon allemaal klaar. Ja, hoeveel ik van deze nodig heb, ik denk ook rond de 60. Misschien dat ik er wat meer ga maken. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Het is een beetje moeilijk inschatten hoeveel mensen jouw workshop gaan doen natuurlijk. En daarnaast wil ik ook nog wat voorbeeldjes maken met de letterkralen voor de armbandjes en kettingmaken workshop. Dus, maar dat kan ook morgen nog. Dat hoeft niet per se vandaag. Dus ik ga nog heel even herrie maken met de machine. En als ik daar dadelijk klaar mee ben, dan is weer alle rust teruggekeerd. En ja, kan ik beginnen met de rest.
het maken van je eigen producten is rooskleur en maneschijn. Want ik had heel veel problemen net met mijn printer. Ik heb de inkt bijgevuld en daarna print die gewoon echt niet mooi. Ik heb hier een testje. Je ziet hier al die lijnen in mijn logo. Nou ja, dat hoort natuurlijk niet. En toen heb ik hem nog een keer geprint en nog een keer geprint. En heel vaak het machine zichzelf schoon laten maken. En uiteindelijk ging die gelukkig weer goed printen. Anders had ik een andere optie moeten verzinnen. En die optie zou geweest zijn om het logo weg te laten. En dan een sticker erop te plakken die ik nog heb. Ook van het logo. Dat zou eventueel een optie zijn als de printer de kleuren niet goed ging printen. Want zwart deed hij wel gewoon goed. Maar ik heb nu 22 boekjes. En ik heb er 60 nodig. Dus ik moet nog wel even aan de slag. Ik hoop dat straks het papier binnenkomt. Zodat ik er gewoon heel wat in één keer kan printen. En dan bij elkaar kan voegen. Kan nieten. En ja, dan heb ik de boekjes. Dus de stickervellen zijn allemaal gesneden en geprint. Geprint en gesneden. En de bak zit behoorlijk vol. Dus dat is fijn. Ik moet over een half uurtje naar de tandarts. En daarna ga ik weer gewoon door. Dus tot straks. Ook gaan er vandaag 2 bestellingen op de post. Eentje met deze superleuke insecten stickers, transparante stickers. Ik heb nog heel veel meer van dit verschillende soorten stickers op de website staan. Bloemen, vlinders en andere insecten, super vet. En dan naar Frankrijk gaan deze super schattige kerststickers. En dan heb ik ook nog een tip voor als je bestellingen verstuurt in Nederland. Net zoals ik doe. Dan kan je vanaf 14 november tot 6 januari de decemberzegels gebruiken. Die zijn natuurlijk goedkoper, dus daar bespaar je jezelf natuurlijk ook op. En ze zijn natuurlijk ook super leuk. Zo, ingepakt en klaar om verzonnen te worden. Ik ben net terug van de tandarts. Alles was goed. En nu ga ik verder met het maken van de creatieve journal pakketjes voor de workshop. Mijn papier wat ik gisteren besteld had, komt iets later dan dat ik verwacht had. Dus daar kan ik nu niet mee aan de slag. Ja, daar moet ik gewoon nog even op wachten en dat doe ik dan dadelijk. Dus nu ga ik de journalpakketjes maken. En ik heb er 60 in totaal nodig. Ik ga eerst even kijken hoeveel ik van elke kleur ongeveer wil hebben. Zodat ik alles op een rijtje heb staan. Weet hoeveel ik nodig heb, wat ik moet maken. En dan gaan we beginnen. En ik ben net klaar met het maken van de journal pakketjes. Ik heb er in totaal 76 gemaakt. Dus ik denk dat dat wel genoeg is voor 3 dagen aan workshops. Ja, super blij dat ik dit af heb. Dat dit klaar is. Nu alleen de boekjes nog voor de
handlettering workshop. Maar dat doe ik morgen of het weekend. Ja, en dan bij deze wil ik hier de vlog afsluiten. Ik ga deze vlog morgen editen en die komt morgen ook online. Dus ja, daarom sluit ik hem vandaag al af in plaats van dat ik nog even doorga. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vind je het nou fijn dat ik het vocht in het Nederlands doe? Laat het zeker even weten. Heb je nog video ideeën? Laat me ook even weten. Ik heb er wel een aantal op de planning staan. Zoals de video van volgende week wordt 5 dingen die je sowieso moet meenemen naar een markt, naar een creatieve beurs, als je daar zelf staat. Dus om ook de kleine ondernemers te helpen die dat voor het eerst doen. Of tips en tricks te delen van wat ik ervan heb geleerd. Dus ja, super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!